Het beleid ten aanzien van personen die zich niet willen laten vaccineren is gewijzigd. Verschillende bedrijfsartsen hebben aan werknemers die besmet zijn geraakt met COVID-19 en niet zijn gevaccineerd meegedeeld dat ze niet betaald zullen worden voor de dagen die ze in isolatie doorbrengen. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken bevestigt dat het beleid met betrekking tot niet-gevaccineerden daadwerkelijk is aangepast. Aan richting een volledig gevaccineerd volk. Wat er is besloten of wat we binnenkort naar buiten gaan brengen, is dat mensen die niet gevaccineerd zijn, en dat beleid gaan wij ook uitvoeren op ons ministerie, mensen die niet gevaccineerd zijn, als zij in quarantaine gaan, gaan wij niet opdraaien daarvoor. Begrijpt u? En het is, ik heb nergens gehoord dat als u bent gevaccineerd en u gaat in quarantaine, dat u niet uitbetaald wordt. Die cases heb ik niet binnengehad bij het ministerie. Maar als u niet bent gevaccineerd, binnenkort komen we met dat beleid, dan gaan we u niet uitbetalen. Ik bedoel, we hebben een heleboel vaccins gehad. Er zijn middelen om je te beschermen tegen COVID. Waarom zouden we het dan niet doen? En waarom moeten we dan het bedrijf dan, of de organisatie dan in problemen brengen voor diegene die niet gevaccineerd is en anderen in gevaar brengen, in feite? En in quarantaine gaan, maar dan moet het bedrijfsleven leidt ook heel veel verlies. Dus wat we hebben besloten is, als u niet bent gevaccineerd en u bent positief of u moet in quarantaine, dan gaan wij niet voor u opdraaien. De bewindsvrouwe zegt dat de regering binnenkort officiële mededelingen zal doen over dit onderwerp. Bedrijven zullen dan niet verplicht zijn om personeel dat niet gevaccineerd is te betalen voor dagen die ze in quarantaine of isolatie doorbrengen.